De 63-jarige Drutenaar Paul Maas is vermist sinds maandag 17 oktober. Hij keerde niet thuis terug na een klus in Eck en Wiel, zo meldt de politie, die sindsdien naar hem op zoek is. Twee getuigen hebben hem dinsdag zien fietsen tussen Druten en Eck en Wiel, maar we hebben meneer niet gevonden, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft volgens hem geen reden om aan te nemen dat Maas een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving. Ook heeft de Drutenaar geen medicatie nodig. We zijn in algemene zin bezorgd om zijn gezondheid, omdat meneer bijna 3 dagen weg is. De politie vraagt mensen te helpen bij uit te kijken naar Paul Maas en heeft zijn foto en signalement gepubliceerd op de website www.politie.nl.